Er zijn drie trucs nodig om deze taart helemaal mega lekker te maken. 1. Een klein beetje alcohol in het beslag. Een gekookte citroenvulling. En een Italiaanse merengue voor die dikke, lekkere schuimlaag bovenop de taart. Ik begin met de deeg. Belangrijk voor de bodem van de lemon taart is dat die lekker bros is. Nou, hoe hou je dat bros? Door je deeg zo min mogelijk te kneden. Daarom gebruik ik de keukenmachine. Dus ik doe eerst een deel van die bloem in die keukenmachine, niet alles. De rest van de bloem komt er straks bij. Dat is ook weer om te voorkomen dat die eiwitten in die bloem een netwerk gaan vormen. Die eiwitten, dat zijn die gluten. En dat wil ik juist voorkomen. Dat zorgt voor brosheid. Nu doe ik de boter bij. Die boter moet ijskoud zijn, dus die heb ik in de koeling staan. En ik pul straks met die machine dit tot een deeg. Een klein beetje suiker erbij, niet te veel, want anders wordt het deeg zoet. Dat is nou juist niet lekker, want de rest van de taart is al zo zoet. Ik draai deze ingrediënten tot een mooi kruimelig deeg en dat lukt alleen als de boter ijskoud is. Want als de boter niet koud is, dan krijg je een plakkerig deeg. Nou, bij het kruimeldeeg kan nu de rest van de bloem en gaat vocht bij. Er gaat ijskoud water bij. Dat is ook weer om te voorkomen dat dat deeg plakkerig wordt. En er gaat vodka bij. En wat doet die vodka? Wat is nou zo belangrijk van die vodka, van die alcohol erbij? Dat is ook, die alcohol zorgt ervoor dat die gluten, die eiwitten in de tarmen, niet een stevig netwerk kunnen vormen. Waardoor die taart mooi bros blijft. Nou, een paar pulsen en dan heb je je deeg klaar. Kijk, ik heb nu een mooi egaal deeg. Ik heb dus twee trucs gebruikt om te zorgen dat deeg lekker bros blijft. Dus vodka toevoegen en het meel in twee batches erbij doen. Nou, nu kneed ik hier een bal van. En die bal die wikkel ik in folie. En wat belangrijk is, is als je deeg in folie doet, vorm het dan meteen in een platte ronde. Want ik wil het straks ook uitrollen om mijn bodem te bedekken. En dat moet ook rond worden. Dus maak er al meteen een platte ronde vorm van. En dat koelt ook een stuk sneller af in de koeling. Nou, dit kan koelen en dan ga ik ondertussen mijn vulling maken. Goed, ik ga nu de vulling maken voor de citroenmerengetaart. Nou, er zijn heel veel verschillende vullingen, heel veel verschillende recepten. Ik gebruik graag een recept wat de vulling apart bereidt van de bodem. Zo hou je de bodem krokant en heb je volledige controle over de vulling. En ik gebruik een klein beetje maïzena. Dat los ik op in water. Het recept kan je vinden op mijn site. Dat breng ik aan de kook. En dan gaat die maïzena binden en dan in dat mengsel, daar ga ik mijn dooiers doen, mijn citroensap en mijn suiker en mijn citroenschil. Nu ga ik alroerende het water met de maïzena aan de kook brengen. Nou, nu is het nog helemaal wit, maar dat zetmeel gaat langzaam maar zeker water opnemen en dan wordt die vloeistof licht doorschijnend. En op dat moment kan ik mijn dooiers, sap, rasp en suiker erbij doen. Nou, nu begint het te binden en je ziet, nu wordt hij een beetje doorschijnend. Kijk, het blijft wel wit, maar het krijgt een beetje de kleur van een zalf. Nou, nu kunnen de dooiers erbij. Ik doe dat in delen, 2 bij 2. Roer die er doorheen. Citroenrasp. Citroensap. Suiker, het recept staat op de site. Nu breng ik het mengsel al roerend aan de kook. En het moet echt even koken, zodat je aan de oppervlakte wat bubbels ziet. Nou, normaal als je eieren aan de kook brengt, dan worden het scrambled eggs. Maar nu zit er maïzena in, zit zetmeel in en dat vormt een netwerk. En daarom kan je je eieren gewoon aan de kook brengen. Nou, het deeg is goed opgestegen, heeft een uur in de koeling gelegen. Nu ga ik het uitrollen. En zelfs bij het uitrollen kun je ook weer voorkomen dat die gluten in dat deeg stevig worden. Nou, dat doe je door niet de hele tijd heen en weer te rollen. Dus niet zo, maar elke keer rollen, hartslag draaien, rollen, hartslag draaien. Zo hou je ook dat deeg bros. En dat wil je. Je wil een lekkere brosse bodem die makkelijk breekt.
om het deeg heel in de vorm te krijgen, dan rol ik het even rond de deegroller. Dan breng ik die deegroller over mijn vorm heen en dan rol ik af. Nou, ik hem erin. Ik hoef die vorm niet in te vetten, zeker niet als het anti-aanbaklaag is. Want dat deeg is natuurlijk van zichzelf al behoorlijk vet. Nou, je ziet, ik hou wat deeg over. En nou, wat doe je met het overtollige deeg? Daar kan je leuke vormpjes mee gaan maken met je duim. Of wat je ook kan doen is dat je daar een klein lepeltje voor gebruikt. Die je er zo indrukt. Kijk, zo krijg je een ribbelpatroontje. En dat geeft net je taart wat meer cachet. Omdat ik die bodem lekker krokant wil houden, gaar ik die bodem los van de vulling. Nou, om te zorgen dat die niet te veel omhoog komt, prik ik er wat gaatjes in de bodem. Doe ik er een stukje bakpapier in en vul ik hem met een zogenaamde blinde vulling, noemen ze dat. Nou, daar kan je gewoon peulvruchten voor gebruiken. Dus ik heb hier black-eyed beans. Maar je kan ook in de taartwinkel kan je speciale balletjes, zware balletjes kopen, die je in die taartvorm gooit. En die zorgen ook dat die taart mooi in vorm blijft, zodat er genoeg ruimte is straks voor die vulling. Nou, dan kan die nu de oven in. Nou, ik haal de bodem na 20 minuten uit de oven, dan verwijder ik de blinde vulling. En dan gaat hij weer even 10 minuten terug in de oven om die bodem nog verder door te garen. De bodem is klaar, gaar en een beetje afgekoeld. Nu kan de pudding erin. Schep ik er zo op de bodem. Bodem en vulling zijn klaar, ik moet hem alleen nog even helemaal af laten koelen. Nu is het eigenlijk al een heerlijke taart, maar hij wordt nog veel lekkerder met die enorme dikke laag Italiaanse meringue erop. Het bijzondere van de Italiaanse meringue is dat je deze maakt met een hete suikersiroop. Een suikersiroop van 120 graden. Nou, daarvoor breng ik water en suiker en vanillesuiker aan de kook. En dan doe ik er een thermometer in en dan wacht ik tot die siroop 120 graden is. Nou, in die tussentijd kan je je eiwitten opkloppen. Ik ga mijn eiwitten opslaan in de machine. Dat doe ik omdat ik dan mijn handen vrij kan houden als ik straks de suikersiroop erbij doe. Ik doe een klein beetje citroensap bij de eiwitten. En meer daarover kan je zien op mijn video over eiwitkloppen, wat de functie is van dat citroensap. Machine aan. En nu klop ik ze nog niet helemaal stijf. Het is nog niet helemaal stevig. Er zijn slappe piepen. Ik giet de hete suikersiroop voorzichtig bij de eiwitten en je zal zien, die gaan enorm rijzen. Dat komt door alle waterdamp die ontstaat. En het mooie van de Italiaanse meringue is dat je door die hete suikersiroop gaar je die eiwitten ook. Dus het hele salmonella probleem wat je hebt met rauwe eieren, dat heb je ook opgelost. Nadat ik die siroop heb toegevoegd, laat ik die eiwitten nog ongeveer 2 minuten doordraaien totdat die aan de bovenkant heel mooi gaat glanzen en het schuim echt stevig is. Kijk, dit bedoel ik met echt stevig. De vulling is mooi stevig geworden en koud. En nu van de meringue erop. Nou, ik hou van een enorme laag meringue. Heerlijk. Dus je ziet, ik heb echt ruim meringue. En ja, probeer het niet te netjes doen. Ik hou van een beetje dramatisch effect. Dus ga gewoon lekker heen en weer met die spatel. Zodat je mooi fluffy meringue er bovenop krijgt. Nou, nu de finishing touch. Dat is even met de blowtorch. Nou, je kan gewoon een verbrander voor gebruiken. Beetje voorzichtig, hou afstand, want anders brandt het best snel. Dus voorzichtig een beetje heen en weer schudden. Nou, zo maak je een ontzettend lekkere citroenmeringue taart. Lees het recept en ook een blog over citroenmeringue taart op www.kokenmetkennis.nl.